Ik heb ook al mensen teruggebeld. Ik heb Peter van Helvoort aan de telefoon. Peter, goedenavond. Goedenavond. Ik denk dat ik weet wat jij hebt gedaan, maar leg het zelf even uit. Waar was je dit weekend? Ik was zaterdag op de laagvliegersdag van de Stichting Hoogvliegers. Juist. En dan moet je even uitleggen wat de Stichting Hoogvliegers voor fantastische stichting is. Stichting Hoogvliegers die laat zieke kinderen voor één dag piloot zijn. Exact. Dus zeg maar, ja. Vliegers, nee, ik doe daar zelf ook aan mee. Dan word je gevraagd om zeg maar naar een vliegveld te komen. En dan vlieg je met zieke kindjes die dan... En die zijn echt heel ziek, hè, Peter. Dan moeten we niet... Dat zijn geen griepjes, dat zijn echt serieuze gevallen. Nee. En dan ga je die mensen, die kinderen neem je mee, jongen. Die gaan uit hun dak, die vinden het fantastisch. Nou is het zo dat afgelopen zaterdag was de hoogvliegersdag op Schiphol. Maar vanwege het weer ging die niet door en werd het een laagvliegersdag. Wat is er toen gebeurd? Wil je dat uitleggen? Wij zijn s'morgens met een aantal chauffeurs, ik ben vrachtwagenchauffeur, samengekomen in Valkenburg. Ja. Daar zijn ook een aantal laagvliegers naartoe gekomen. Uh-huh. Toen zijn we in Kerhooi naar Schiphol gereden. Ja. Ja, op Schiphol was het een en ander klaargezet. Er stonden een hoop voertuigen waar de kinderen mee konden rijden. Er waren mensen van Keep the Rolling met oude lege voertuigen. De brandweer op Schiphol. Sneeuwploeg van Schiphol, die had wat voertuigen staan. De vrachtwagens van ons dan waar ze mee konden rijden. Alles werd uit de kast gehaald om het die kinderen laten zien te maken. En klopt het verhaal, want ik heb het foto's gezien. Klopt het verhaal dat jullie ook over de landingsbaan zijn gaan racen met die auto's? Dat was echt het hoogtepunt. Dat was voor mij ook de eerste keer. Ja. Maar dat was echt het hoogtepunt van de dag. Dan ligt het vliegverkeer voor ongeveer een half uur, drie kwartier voor een gedeelte stil op Schiphol. En dan gaan we met alle voertuigen die er zijn over de landingsbaan heen. Dat is een magisch moment. Stichting Hoogvliegers, voor iedereen die er meer over wil weten, kijk maar eens op de site, want het is een mooi verhaal. Peter, dankjewel. En een toffe foto die je hebt gestuurd van inderdaad mensen die allemaal bij vliegtuigen staan. Ik heb...